Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dagblad van het Noorden. De Formule Renault gaat alweer het 12e seizoen in. Het is een ideale kweekvijver voor jong aankomend racetalent. Het is de tweede race van het weekend. En daar gaan we de eerste bocht door met de Belg Gilles Magnus aan de leiding. Gevolgd door Richard Verschoor, dat is de Nederlander in de Red Bull. Daarachter Charles Milesi en Neil Verhagen. Ook hij rijdt in de Red Bull, dat is de Amerikaan. En Verhagen kijkt of hij Milesi voorbij kan, maar dat lukt hem niet. En Verhagen moet oppassen, want daarachter vindt ook de Nederlander Jarno Opmeer aansluiting. Daar rijdt hij, in die rood met witte auto. Probeert langs de Amerikaan te komen, maar dat lukt niet. Hey, dan staat daar opeens Charles Milesi langs de kant. De Fransman. Is er een safety car, want Milesi kan niet verder. De auto moet worden weggesleept. Dat duurt even. En dan gaat de safety car weer naar binnen. Mag de leider in het veld, Gilles Magnus, het tempo aanvoeren. En hier, bij het ingaan van de Geert Timmerbocht, voert Magnus het tempo op. Gevolgd door Richard Verschoor. En daarachter Neil Verhagen en Jarno Opmeer. Gebeurt er wat daar bij die eerste bocht na de herstart? Nee, ze kijken wel. Maar van een aanval is nog geen sprake. Hoewel Opmeer wel op de achtervleugel van Verhagen rijdt. Hij zet hem ernaast. Verhagen remt laat. En dan aan de buitenkant nog altijd Opmeer. En ja, hij is hem voorbij. Prachtige inhaalmanoeuvre van de Nederlander. Jarno Opmeer gaat Neil Verhagen voorbij. En dan de strijd om plek 1. Nog altijd die Belg, Gilles Magnus aan de leiding. Maar Richard Verschoor zit te pushen. Daar zoekt hij de binnenkant. Ja, bij het ingaan van de Geert Timmerbocht zet hij hem ernaast. En ho, ook dit is een prachtige inhaalmanoeuvre. En dat met nog 2 minuten te racen. Wat zien we dan in deze Formule Renault? Prachtige inhaalmanoeuvres van de Nederlanders. Eerst van Jarno Opmeer en nu van Richard Verschoor. Die op weg gaat naar de overwinning, want daar is de vlag. En jawel hoor, Richard Verschoor wint deze race voor Gilles Magnus. En Jarno Opmeer eindigt als derde. Blijdschap natuurlijk voor de Nederlander. De felicitaties zijn er voor Richard Verschoor. Hij wint deze prachtige race op het TT-circuit. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Dagblad van het Noorden.